aangeschoven, Desiree Keurs. En we gaan het hebben over de nominatie Overheidsmanager van het jaar. Ja. Als ik even lees, met haar visie inspireert zij haar medewerkers het verschil te maken voor een ander. Als een bevlogen overheidsmanager is zij met haar organisatie het boegbeeld van het werkveld in van het sociale domein. Dat is nogal wat, hè? Ja. Ja. Ja, ik heb het zelf niet bedacht, hoor. Dus, nee. Nee, en ook wat vind je van de omschrijving? Nou ja, kijk, ik denk dat eigenlijk iedereen die in de publieke sector werkt een bepaalde bevlogenheid moet hebben, anders moet je dat werk niet gaan doen. Dus ik vind het fijn dat ze dat in mij ook ontdekken. Ik was zo eerlijk gezegd wel een beetje verlegen mee toen ik gebeld werd. Maar ik vind het heel... Wat ik er leuk aan vind is dat mensen uit de eigen organisatie dit georganiseerd hebben en mij voorgedragen mensen hebben. Mensen van je eigen organisatie hebben jou voorgedragen? Okay. En mensen uit samenwerkingsorganisaties. En ik wist eigenlijk niet zo goed van het bestaan van de prijs, maar blijkbaar bestaat hij al een aantal jaren. En we staan dus nu op die shortlist. Ja. Dus ja, spannend. Spannend, ja. Ja. Op je Twitter-account staat sociaal ondernemer. Zo voel je ook? Ja, nou kijk, onze opgave om mensen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben, of dan is er om uit de schulden te komen of weer aan het werk te komen. En beide, hè? Dus ik zeg dat werk is de beste zorg, zodra je een baan hebt. Ja. Heb je structuur, heb je inkomen, is beter om je schulden af te lossen. En heb je ook gewoon een bestaans, heb je een doel iedere dag om uit je bed te komen. En dat kunnen wij als overheid natuurlijk nooit organiseren. Nee. Wij hebben die banen niet, we hebben ondernemers voor nodig. Dus die combinatie tussen publiek, dus de overheidsorganisatie en ondernemers, dat is de enige manier om echt het verschil uit te maken. Ja. Maar goed, het moet ook een beetje in je zitten, hè? Dat sociale. Ik bedoel, je hebt het over stroomopwaarts, maar over jou als persoon. Ik bedoel... Dat is een beetje wel met de paplepel ingegoten. Ik ben natuurlijk niet hier in de regio opgegroeid, maar in Zuid-Limburg. Nou, wij wisten niet beter dan dat je met een pannetje eten 's avonds langs een aantal mensen ging die wat ouder waren, die konden koken. En dat je dus eigenlijk... En we hadden altijd wel met de kerst allerlei andere mensen aan tafel die anders alleen thuis zaten. Dus, die vanzelfsprekendheid. Ja, dus je wist niet beter dan dat je een beetje oog moest hebben voor mensen om je heen. En wij konden omdat ook omdat we een onderneming waren. Mijn moeder had een hotel. Dus ze was altijd volop eten. Hè? Dus je kookt voor zoveel gasten, maar dat was altijd te veel. Dus of er nou 3 of 4 meer aanschoven, dat was eigenlijk geen probleem. Dus ook dat ondernemende. Nou ja, wij wisten als kind, een kamer verhuurd, dat was inkomen. Dus zij leerden al vrij vroeg om mee kamers schoon te maken en eten te gaan bedienen en drankjes rond te brengen. Nou ja, dus dat... En dan kom je in Randstad. Ja, ja. Dan neem je dat mee. Ja. Had je veel weerstand dan om dat gevoel van dat mensen te helpen? Nee, ik denk dat... Ik kom eigenlijk nooit iemand tegen die zegt dat hij het geen probleem vindt dat mensen niet mee kunnen doen aan de samenleving. Iedereen heeft wel een bepaald gevoel dat je moet inspannen voor de meeste mensen. De ene heeft meer gevoel bij een vraagstuk waar we het net over hadden. Dus mensen in oorlogsgebieden. Ja. De andere heeft meer gevoel voor mensen die in armoede opgroeien. Dus ik denk dat in beginsel ieder mens graag iets voor een ander doet. Ja. Dus ja, dat kom je altijd tegen. Precies, ja. En in mijn type werk natuurlijk altijd. Als mensen bij ons gaan werken, dan ga ik ervan uit dat ze dat doen omdat ze dit hier graag willen. Ja. En hoe gaat het met stroomopwaarts eigenlijk? Ja, nou ja, kijk, we bestaan inmiddels 3 jaar. Hè, dus de kinderziektes die zouden er wel een beetje uit moeten zijn. Ja. Maar het blijft natuurlijk heel complex. Hè. Wij hebben 10.000 klanten die we bedienen. Nou, gelukkig trekt de economie wat aan. Dat maakt ook dat ondernemers personeel nodig hebben. Nou, daar ook niet al te makkelijk aan kunnen komen. En ook hun grenzen wat gaan verleggen. Ja, en wat meer kansen bieden ook aan mensen waar ze normaal gesproken misschien niet ja tegen zouden zeggen. Dat merk je ook met de aanvragen? Ja, zeker. Ja. En je ziet ook nieuwe dingen ontstaan. Echt zorginstellingen die hier graag willen investeren juist in mensen, in opleidingen, maar ook in de meta-industrie. In de bouw en in de logistieke sector. Iedereen begint wel te begrijpen. Als we niet samenwerken, dan gaan we dit probleem niet oplossen. Nee. Ja, klopt. Want zij hebben een enorme vraag aan personeel. En wij hebben mensen, maar die zijn niet zomaar 1 op 1 te plakken. Dus, nou, en daar zie je wel nieuwe ruimte ontstaan. Dat is natuurlijk wel fantastisch. Ja. Ja. 20 december was je ook in de uitzending. Was naar aanleiding van berichten dat stroomopwaarts een tekort van 2 miljoen zou hebben. Ja. Is het plek boven? Nou ja, kijk, we hebben toen natuurlijk al hier ook uitgelegd dat een deel werd veroorzaakt in het werkbedrijf. Hè. Dus als er natuurlijk minder werk binnenkomt of werk met lagere marges,
Dan heb je een probleem. Nou, als het beter gaat met de economie, willen ook mensen, bedrijven wat meer betalen voor het werk wat ze moeten laten doen. En wordt dat ook vanzelfsprekender. En we krijgen gelukkig heel veel extra opdrachten, ook in de buitenruimtes en in de schoonmaak. En nou, we zijn druk bezig om mensen daar natuurlijk voor klaar te stomen. En dat is mooi om te zien. Ja. Dus daar kijk ik positief naar uit. Ja. Ja. Eigenlijk maak je jezelf werkeloos natuurlijk. Want als alles in orde is, dan moet je de deur dicht doen. Ja, nou, ik ben bang dat we nooit in een situatie belanden dat niemand meer hulp nodig heeft. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als de groep mensen die afhankelijk is überhaupt van overheidssteun, dat die weer kleiner wordt. Dus als wij de deuren kunnen sluiten, zou heel, heel mooi zijn. Ik bedoel, door de jaren heen bestaat onze type ondernemer 60 jaar. Dus dat zal niet zomaar ineens veranderen. Maar ik vind dat wel onze opgave. Ja. Dat we steeds meer mensen het zelf redden. En dat ze eigenlijk met een klein steuntje weer verder kunnen. En niet duurzaam. We hebben mensen die echt al heel lang afhankelijk zijn van ondersteuning van ons. Ja, dat is natuurlijk heel gek. Ja. Dus dat zou ik fantastisch vinden. Ja. Ja. Dat ik die prijs kan teruggeven. Ja, precies. Ja, we hebben de sleutels. Ja. We hebben een nieuw college. Ja, ja. Hoe kijk je er tegenaan? Ja, nou, mooi. Ik bedoel, de eerste kennismakingen zijn heel plezierig. Het is natuurlijk een mooi coalitieakkoord met behoorlijk wat aandacht. Zeker ook voor ons domein. Dus het vraagstuk, hoe kon je nu juist in deze tijd iets doen voor de mensen die in een mindere positie verkeren. Dus dat vind ik heel prettig, dat het college zich daar collectief achter schaart. En dan is nu natuurlijk kijken, wat zijn dan de beste programma's om daar echt iets aan te doen? En mijn filosofie is simpel. Kijk, als we nu kijken naar armoedebeleid, überhaupt in Nederland, dan richt ze dat heel erg op het verstrekken. Ja. Aan de achterkant, hè, is een beetje de pleisters plakken. Mensen hebben al de armoede. Nou, daar kunnen wij mensen niet meer uit armoede helpen. Kunnen alleen hun positie verzachten. Nou, en hoe kun je nu eigenlijk de situatie aan de voorkant veranderen? En nou, dan blijf ik zeggen, de beste manier om uit armoede te komen is door een hoger inkomen te krijgen. En dat is toch een baan. Ja, dat vereist ook wel dat je soms een beetje druk uit moet oefenen. Hè, om mensen toch in een andere setting te plaatsen. Ja. Daar zou je ongetwijfeld wel klachten over krijgen. Dat het iets te geforceerd gaat. Ja. Maar jullie blijven wel volharden in dat systeem? Je mag het daar niet meer vergelijken. Maar ik zei het laatst wel. Ik had kinderen op bezoek die lusten bepaalde groenten. Dan heb je twee strategieën. Ja. En wij kennen dat allemaal. Iedereen die kinderen heeft. Hè. Ga je nou dat kind zeggen van, nou, als je zoveel spruitjes eet, dan krijg je straks een ijsje. Of als je moet net zo lang blijven zitten tot je ze op hebt. Nou, allebei de methodes hebben hun effect, zeg maar. Nou, welke manier werkt. Nou, dat is natuurlijk. Kijk, ik heb geen waardeorde over dat mensen de stap van een inactief leven naar een actief leven in een betaalde setting, dat ze dat een hele moeilijke en grote stap vinden. Ja. Dus dat is, daar zit heel veel weerstand op. En dat ziet er voor de buitenwacht uit. Dus, ja, die mensen willen helemaal niet en die profiteren. Nou, dat is echt te kort door de bocht. Als voor mensen echt. Nou, ik spreek, zijn ook onzeker geworden, zijn gewend aan die nieuwe situatie. Die is voor hun nu veilig. Ja, ja. En wij kunnen ons wel niks meer voorstellen dat je dat als een veilige situatie voelt. Zo'n klein inkomen en eigenlijk helemaal geen invulling van je dag. En wij gaan ze dan actief oproepen. Nou, dat staan ze niet meteen allemaal aan de poort gaat het gebeuren. Ja. Maar je ziet daar wel langzamerhand in. Als ze dan eenmaal een tijdje bezig zijn, ja, dan zie je wel de verandering. De verandering erin. En dat, nou ja, daar zet je verschillende dingen voor in. Hè. En de ene keer inderdaad een stukje via belonen en de andere keer met een maatregel. En beide zijn effectief. En dat is een beetje de balans. En zoeken bij waar is iemand het meeste door geprikkeld om toch de stap te zetten. Ja. En dat is het mooie als ze het eenmaal gedaan hebben. En iemand heeft hun dat vertrouwen gegeven en ze hebben die baan gekregen. Ja, dan willen ze eigenlijk niks anders. Willen ze nooit meer terug in oude situaties. Nee, ik kwam dan laatst nog iemand hier op straat tegen en zei, ik wil nooit meer iets anders. Nou, dat is het mooiste compliment wat je kan krijgen. Ja, en ik dacht, en ik weet wat voor weerstand u had aan het begin. En die was nu doorgelukkig. Ja, nou. Dus, wanneer hoor je het of je het Dat is toch een hele. Nou, we hebben nu een lijst van 5. Ja. In september is er een jurygesprek. Dus een behoorlijke pittige jury van, ik geloof, 9 leden. Dan blijven er 3 over. Dus dat wordt een belangrijk moment. En dan in oktober zijn er werkbezoeken. Dus dan gaan ze ook echt je bekijken in het werkveld. En mensen spreken natuurlijk hoe zij mij ervaren. Ja, dan is in november de grote uitreiking. Ja. Okay. Dus ze wachten maar af. Dit is natuurlijk al heel mooi. Je kan niet meer doen dan je best. En voor de rest, je laat je niet door beïnvloeden. Nee. Gewoon de werk blijven doen. Ja, dat lijkt me wel zo. Daardoor ben je ook genomineerd natuurlijk. Ja. Dankjewel.
Graag gedaan. Succes. Dankjewel. En nou ja, we zien eind van het jaar dat we elkaar nog een keertje hier met een grote beker Nou, wie weet. Te zien. Ja, dankjewel. Dankjewel. We gaan even kijken.